dacht ik, laat weer een keer mijn make-up routine een beetje ook zien. We zijn hier voor filmfestival met Kian. Kijk nou toch, toch een plaatje. Dit is de Situation. We hebben echt zoveel nieuwe producten die gaan lanceren bij Somewhere. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben schaam een beetje, want ik zit in een vol restaurant. In Cannes. We zijn hier voor filmfestival met Kilian. Echt heel vet. We zijn net aangekomen. We zijn met de helikopter gegaan vanaf het vliegveld. Dat was echt heel vet. En nu zijn we dus in het hotel. We gaan even snel wat eten. En vanavond ga ik naar een filmpremière en naar de Rode Loper en zo. En naar een feestje. Dus daar heb ik zo meteen jurkfittings voor. Heel leuk. Ik ga nu eten. Dan naar, ga ik jurk passen. Dus ook jullie meenemen. Dan wordt het opgemaakt. En dan gaan we naar de Rode Loper. En we zijn ook aan het wachten tot onze kamer klaar is. Dus dat ga ik jullie zo ook laten zien. Hoe dat eruit ziet. En dan daarna gaan we naar Parijs. So it's a travel vloggy. Hope you guys are excited. I am excited. Oh, de mensen hier op Instagram kunnen niet wachten op je fits. Maar ik heb mijn fit nog niet. Hij staat nu voor de deur. Zullen we eens kijken? Zullen we eens kijken hoe dit eruit ziet? Dit is wel heel mooi, dat groene jurkje. Dat is voor de jacht. Oh ja, leuk. Hi! Hi, how are you? Come on in. Oké, we zijn nu in de glam room met Kilian. Kijk nou toch, toch een plaatje. More straight, hè? Prachtig. Good morning, guys. Het is de day after. We zijn een beetje moe. We zijn dus wakker geworden in Cannes. En het was gisteren super leuk. Rode Loper, ik zal even hier foto's ervan doen, zijn we geweest. Daarna naar een feestje op een jacht van Kilian, dat was ook heel leuk. Toen hadden we best wel laat terug. En nu zijn we de kamer aan het organiseren. Want we gaan zo naar de airport in Nice. Ik weet niet of ik scherp ben trouwens. Maar we hebben ook nog wel wat campagne dingen die we moeten shooten. Dus dat gaan we nu even doen. Dit is wat ik aan heb vandaag, deze dress. Dan gaan we naar Paris voor iets anders van werk morgen. Tot zover de update. Van vandaag. Ik zie jullie zo. Dit is de Situation. Dit is onze kamer. Ik weet niet of ik hem gisteren gevlogd heb. Ik weet gewoon echt niet wat we gevlogd hebben gisteren. Dit was ons ontbijt. We zijn dus nu aan het inpakken. Hier is dus het uitzicht. En dan, kijk, daar zeg maar het strand. We slapen dus in een Majestic Hotel. En dan daar beneden begint zeg maar de Rode Loper. Waar de filmpremières zijn. Daar is dan de haven daarachter. Ze hebben gisteren ook geweest. Het is dus zo dat als je dan naar een Rode Loper gaat, dan word je dus met de auto bij je hotel opgehaald. En dan, terwijl het is daar. Alleen dat is dan zeg maar niet gepast om te lopen. Dus we hebben gisteren, die jullie zien waar die Rode Loper is. Hij begint zeg maar officieel wel een stukje verder. Dus we hebben gisteren, ik denk 40 minuten in de file gestaan om bij de Rode Loper te komen. Voor een stukje van, nou wat was het, 100 meter? Niet eens denk ik. Dat is wel apart. Goed, spullen pakken en vertrekken. Hey guys! We zijn weer terug in Amsterdam naar Cannes. Het was echt super leuk. Nu zijn we back to real life. We gaan naar kantoor vandaag. We hebben echt zoveel nieuwe producten die gaan lanceren bij Somewhere. Dus we gaan even wat dingen daarvoor plannen. E-com, dat is zeg maar voor de website. Wat dingen shooten en plannen. En daar kan ik jullie straks op kantoor wel meer over vertellen. Wat is er verder nog nieuw in het leven? Ja, nieuw plaats ook. Sander's nieuwe plaats ook, ja. En ook allemaal, alles daarvoor staat een beetje in de planning, dus dat is ook wel heel erg leuk. Wil je snippet laten horen daarvan? Is dat leuk of niet? Nee, maar okay, dat doen we wel een ander keer. Ja, dat is goed. Nou, in ieder geval, we gaan naar kantoor en dan zien we jullie daar. Ik ben op kantoor. We hebben net lekker even Joe and the Juice. En ik ben aan het werk. Ik wilde jullie even dit laten zien. De kleur pakt hij niet helemaal. Hij is zo mooi. Dit is onze nieuwe planner. Die komt binnenkort uit. Oh, dit is trouwens ook ons nieuwe stickervel van Summer. Ik weet niet of ik die eigenlijk al had laten zien. Die ziet er zo uit. Ik zal hieronder de vlog even een linkje zetten. Is zo leuk. Dit staat er allemaal op. Ik heb die dat glaasje nu ook op mijn telefoonhoesje trouwens zitten. Maar goed, deze is dus nog niet uit. Als die uit is, laat ik het absoluut weten. Ik kan hem even niet lelijk vouwen. Ik laat jullie even niet zo alles zien. Dit is voor de maanden met verjaardagen, birthdays, notities erbij. En dan is
misschien moet ik hem wel even lelijk vouwen, dan kun je het goed zien. Is dit de inhoud? Dus let me know wat jullie hiervan vinden. Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. En dit is dus de kleur. Heel mooi roze is die. Good morning! Ik wilde even zeggen. Ik weet niet of ik het al gezegd heb in deze vlog. Ik ben echt obsessed met het nieuwe album van Harry Styles. Ik vind het zo leuk. Er zijn echt wisselende meningen over. Maar ik luister er de hele dag naar. Dat wil ik zeggen. En ik ben net wakker. En ik ga werken. Let's go! Zo lekker als je beneden komt. En het zonnetje schijnt. Ik heb Olly dus net naar school gebracht. Ik ben alleen thuis, want Sander die is op Ibiza. Die is daar voor werk. Tot morgen. Morgen is ook een hele leuke dag. Ik weet niet of ik morgen ga filmen, maar mijn moeder die is dus 25 jaar... Ik hoop dat ik het goed zeg. Sorry mama, Vlant. 25 jaar samen met haar vriend. Dus in plaats van een trouwfeest hebben ze een 25 jaar vertrouwd feest. Vond ik wel heel leuk. Dat is morgen. Kijk jongens. Dit heb ik net binnengekregen. Een nieuw Prada tas. Hij heet Prada Symbol. Symbol bag. Echt super leuk. Er zit ook zo'n lange strap bij. Maar ik vind hem wel echt heel cute. Ik ben niet echt gekleed overigens hiervoor. Of ik heb mijn trainingsbroek nog aan. Maar goed, c'est la vie. Let's make some coffee. Oké guys, het is even later. Ik heb mezelf even gedoucht en soort van gefascineerd. En ik ben even naar kantoor gegaan. Daar lagen echt heel veel pakketten. Ik had onder andere van Kos een pakket, die had ik besteld. En dus van Naked en nog wat andere dingen. Ik moet zeggen, ik had echt heel lang niet bij Kos besteld. En ik wilde een aantal basics, maar de fit viel zo tegen. Ik ben zeg maar normaal small qua fit. En ik had van een aantal dingen XS en dat was echt te groot. En ik ben echt geen XS. Dus dat was een beetje balen. Ik heb alleen een mooie blouse van Kos. Dus dat vond ik wel jammer. Ik heb met alles even gepast. Maar het was dus niet echt bewonderingswaardig genoeg om te laten zien. Maar ik heb van Naked een pakket. En ik heb zoals altijd, ik krijg altijd heel veel vragen, weer mijn kortingscode. Die is nu deze week geldig. En dat is de code NOOR20. En daarmee krijg je 20% korting op de hele website van Naked. En als je alvast zomerdingen wil shoppen, ze hebben echt mega veel leuke bikinis. Echt niet normaal. Die fit ze ook altijd wel echt heel mooi. En sowieso echt super leuke nieuwe zomercollectie. Dus check it out. En ik laat jullie dus even mijn favorieten zien. Alleen de korting is dus niet alleen op deze dingen geldig. Ik zal wel van mijn favorieten even een linkje hieronder posten. Maar dus op de hele website. Dus als jullie daar willen shoppen, kan je dus de code NOOR20 gebruiken voor 20% korting. Let's get started. Ik had deze alvast even aangedaan. Want ik vond deze zo leuk. Het is dus een strapless jurkje. Hij zit met een rits achter vast. En ik heb een maat 36. Wat best, nou wat gewoon normaal. True to size. Sorry trouwens voor de rommel hierachter. Maar dat is het eerste wat ik aan heb. Ik vind hem echt heel erg mooi. Oké, het volgende item. Dit is ook weer echt zo leuk. Deze mouw zit er dus aan vast. Is dit soort van boho-achtige jurkje. Zit achter ook met zo'n rits vast. Kijk, de mouw zit dus aan het jurkje zo. Het is wel echt heel leuk. Zo'n off-shoulder look. Very cute for summer. Oké, dit is het volgende setje. En ik zag deze liggen en toen dacht ik... ik weet niet hoe deze pasvorm is. Maar deze pasvorm is dus echt... zo flatterend. En hij zag er echt heel anders uit toen ik hem zeg maar uitpakte. Maar ik deed hem net aan en toen dacht ik, wow, dit is zo mooi. Ik vind dit echt, ik ga even met je inzoomen. Zo'n cute pakje. Dat zou ik uiteraard ook hieronder linken. Staat echt zo mooi. Dus hier ben ik heel blij mee. Het volgende item wat ik aan heb is deze structured blazer. Er zit een beetje schoudervulling in, wat ik zelf altijd wel echt heel mooi vind voor de vorm van zo'n outfitje. Nee, het is altijd echt hele goede blazers. En ik vind zo hier dat detail met die riem. Zeg maar, het is wel echt zo'n mega fashionable jasje. Maar ik kan hem ook wel gewoon leuk in een zomerse vibe dragen. Ik draag zelf echt mega veel blazers. Dus ik vind deze echt heel mooi. Echt heel erg blij mee. Dit setje wat ik nu aan heb, dit is toch fantastisch. Het is een gebreid setje. Even kijken, ga je het zo zien. Ja. En het is een rokje en een top. Ik weet niet of er ook een broekje van is. Moet je maar even kijken. Ik zal het hieronder linken. Ik heb zelf dus alleen het topje en het rokje gekocht. Dat vond ik wel een leuke set om aan te doen. Maar ik vind deze kleur... Nou, ik ben dus best bruin. Wat nu niet te zien is overigens. Die kleur is echt zo mooi.
Weet je dat paarsige? Het volgende jurkje is dit linnen jurkje. Dit soort jurkjes vind ik zelf ook altijd zo fijn om te hebben. En als wij bijvoorbeeld naar de boot gaan of zo, dan aan te trekken of even naar het strand. Of wat dan ook. En het is gewoon van die jurkjes die altijd zo flatterend zitten. En lekker zitten. Ook als het warm is, omdat ze zo heel luchtig zijn. Dus die vind ik ook heel erg cute. Dat was een beetje, waren mijn lievelingsdingen. Ik had nog wel wat meer, maar dit zijn de dingen die ik zelf het leukst vond. Van die ik geshopt had. Ik had voor de rest best wel veel basics en zo dit keer ook zelf genomen. Dus ik zal deze ook uiteraard hieronder linken. En ja, vergeet niet te shoppen. Ik ga nu eventjes een lange broek aan doen, want het was wel koud. En met de fiets naar Olly's school en Olly ophalen. Oké, nog één ding guys. Ik opende net deze nog uit het Naked pakket. Het is dus van badstof. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Deze heb ik in het wit en roze. Heel veel roze genomen. En deze zit zo mooi en zo lekker. En dit lijkt me zo chill om in de zomer aan te doen naar het strand over een bikini. Dus ik dacht, deze wil ik ook nog even delen. Dus ga ik hier ook onder linken. Hey, hey guys. Het is vrijdag. En ik ga me opmaken. En ik wil me even echt goed opmaken en mijn haar ook goed doen. Ik heb een nieuwe krultang en ik wilde laten zien. Allemaal niet gesponsord, zelf verkocht. Voordat jullie denken, wat krijgen we nou? Hoe die werkt. En ik dacht, ik laat weer een keer mijn make-up routine een beetje ook zien. Op de Get Ready. Want ik heb dat al een tijdje niet gedaan. Ik heb dus moisturizer op. En ik ga nu mijn foundation opdoen. Van Armani, de Luminous Silk. Die gebruik ik al 5 jaar elke dag. Ik heb op dit moment, ben ik best wel bruin van spraytan en de zon. Gebruik ik een 6,5. En deze kwast, die is van Bare Minerals. Die vind ik heel fijn. Ik ben trouwens wel iets te wit, zie ik nu. Voor die 6,5. Maar goed. Ik ben normaal meer ook een 6 in de zomer. Alleen omdat ik zoveel had gespraytend, was ik dus een 6,5 een tijdje. Maar nu dus niet. Want we gaan zo heel veel naar kantoor om iets te shooten wat deze week uitkomt. Iets heel leuks. Voor somewhere. En dan daarna gaan we naar mijn moeder. We gaan Olly ook iets eerder halen van school. Want die heeft dan haar 25 jaar samen met haar vriend lunch. Super leuk. Dus daar ga ik hem ook even goed opmaken. Oké, dit zit erop. Even kijken. Ik gebruik dus laatste tijd weer van Naked het Urban Decay. Nee, van Urban Decay. Naked Honey Palette. Dat is deze. Mijn ogen. Vind ik heel fijn. En soms doe ik op mijn oogleden een beetje. Het is een blush van Charlotte Tilbury. In welke kleur zit Pinkasm? Want ik vind een beetje dat roestige kleurtje mooi. Dus doe ik dan heel vaak als eerst even een beetje erop. Doen jullie ook altijd als je haar nog als je make-up, zodat dan je haar wat droger wordt. En dan dat je daarna minder lang aan het feunen bent. Dat doe ik. Ik doe meestal deze twee kleurtjes. Even kijken. De warm en sweet. Een beetje mengen. En dan doe ik het hier. Ik doe dus niet meer echt hele heftige oogschaduw. Ik heb ook het idee dat dat een beetje geweest is ofzo. Iedereen doet natuurlijk best wel natuurlijke make-up de laatste tijd. Volgens mij, ik doe ook nog steeds altijd zelf mijn zwarte eyeliner. Volgens mij is dat ook niet echt heel erg meer een make-up vibe. Als je zeg maar naar al die TikTok make-up kijkt, maar ik voel me gewoon niet compleet zonder mijn eyeliner. Ja, en Bibi en Mika gaan dus ook straks mee, maar die zitten ook nog op school. Dus die komen wat later. Tegelijk met Olly, zeg maar, als we Olly ook halen. Ik doe altijd voordat ik mijn eyeliner doe, mijn wimpers krullen. Ik vraag me niet waarom. Met die, wat is dit van Shumera volgens mij? Zo'n chillen. Sander is trouwens terug uit Ibiza. Maar die is naakt. Toch? Je bent toch naakt, Sam? Wat? Je bent naakt, toch? Ja. Die komt even niet op de vlog. Dan ga ik nu mijn eyeliner doen. Ik heb ook echt volgens mij iedereen zo'n last van hooikoorts. Mijn ogen zijn de hele tijd knalrood. Oké, mijn eyeliner zit erop. Dat doe ik altijd met oogschaduw, zeg maar. Ga ik altijd zo de vorm van de eyeliner een beetje na. Want ik denk altijd dat je dan meer een soort van cat eyes krijgt. Ik weet niet of het waar is, maar dat doe ik altijd. En ik gebruik het echt al heel lang. Sowieso gebruik ik al zo lang deze mascara die, van Maybelline, die Sky High. Ik vind dat echt de beste. Daaronder doe ik altijd de Dior Show Maximizer, die witte. En dan, ik vind die combinatie echt zo
niet normaal goed. Mijn doel is dus langere wimpers. En je wimpers, ja, mijn wimpers worden hier gewoon echt 2 keer zo lang van, voor mijn gevoel. Als ik deze combi uitvoer. Zo. Oké, mascara zit erop. Nu moet ik, zeg maar, ga ik nog mijn hele gezicht concealen, bronzer overal doen, highlighter, blush, wenkbrauwen, lippen, alles nog doen. Maar wat ik zelf altijd dan nu meestal op dit moment doe, is mijn haar feunen. Dan ga ik daarna weer verder met mijn andere make-up. Dus dat ga ik doen. En dan zie ik jullie zo. Oké, guys. Ik heb mijn haar gefeund. En dat zit heel wild. Zoals jullie zien. Ik ga het zo krullen met mijn nieuwe krultang. Het is echt zo'n 10 euro krultang waar ik... Nou, 10 euro, 20 euro was volgens mij, waar ik zo blij mee ben. Dus ik heb gewoon nu echt zin om mijn haar te krullen. Ik heb het idee dat mijn haar iets blonder is. En ik heb echt daar geen zin in. Dus ik denk dat ik het weer even iets donkerder ga verven, zeg maar. Bij mijn eigen haarkleur iets meer in de buurt. Ik doe even bronzer nog op. En dan gaan we zo naar mijn moeder. Of die hooikoorts. Ik heb het wel aan het einde van het filmen van zo'n make-up tutorial dat ik denk, waarom ben ik zo lang over mezelf aan het praten? Maar misschien vinden jullie het interessant. Ik vind het altijd leuk om beauty hacks van andere mensen te zien. Dus ik dacht, misschien als jullie nog leuke beauty hacks weten, deel die dan eventjes hieronder. Producten, dan kunnen we van elkaar leren. Mijn concealer is Luminous Silk Concealer van Armani. Ik vind gewoon al die Armani producten zo fijn voor je huid. Ik ben er ook zo aan gewend. Ik zou echt niet meer met een andere soort kunnen. Ik weet nog niet wat ik aan ga trekken vandaag. Ik laat dat altijd zo tot het laatste moment. Wat wel leuk is, is dat een van mijn beste vrienden de dag gaat fotograferen. Dus die is er zo ook bij. Dus dat is heel gezellig. Even kijken. Nose contour. Gebruik ik de Charlotte Tilbury bronzer. Contourwand. Die dop, ik weet niet, voor degene die hem hebben. De dop hiervan. Die gaat altijd los. En echt heel snel. Dat is best wel een beetje irritant. Maar het is wel een heel mooi product. Echt, ik me zo opgeblazen. Ik zit dus weer aan de pil. Ik heb dat net verteld, volgens mij niet. Aan best wel zware pil ook. Ik wil er echt van af. Ik ben echt mijn hele huid opgeblazen. Ik heb zo ook het idee dat ik daardoor door de pil duizelig ben. Ik weet niet of dat zo is, maar dat gevoel heb ik dat het daardoor komt. Ik heb dus van Benefit. Ik moet dus een nieuw oog, een wenkbrauwpotlood hebben. Ik heb deze nu van Benefit, maar dit is de verkeerde kleur. Dit is de 3. Dat is niet goed. Die is te bruin voor mij. Ik wil eens denken of ik even wat leuk is als ik op het de lunch van moeder ga vloggen of niet. Misschien vinden jullie dat wel saai om te zien. Laat sowieso even hieronder in de comments weten wat jullie leuk vinden. Wat jullie leuk vinden om te zien. Het leukst vinden om te zien in onze weekvlogs. Dan weet ik dat weer een beetje. Want we willen wel echt weer elke week zondag uploaden. Oké, ik maak mijn make-up even af en ik zal zo even snel mijn haar ook nog laten zien. Oké, ik had dus een kleinere krultang en nu mijn haar weer ietsjes langer aan het worden is, heb ik dus deze gekocht van Babyliss. Dat is best wel een dikke. Ik heb hem bij Coolblue besteld. Maar hij maakt, zeg maar, zo'n hele mooie slag, waardoor je een soort van effect hebt alsof je een soort van mega blow-out vibe hebt. Dus ik ga even mijn hele haar hiermee krullen. En dan laat ik jullie zo zien het eindresultaat. Ik had gisteren dus voor het eerst gedaan. Ik vond het echt zo mooi. Oké, kijk. Ik heb mijn haar dus gekruld. En het is dus, zeg maar, zo'n wavy, maar niet zo... Het lijkt niet zo gekruld. Ik vind het dus echt mooi, deze look. Nu even een leuke outfit aantrekken. Ik heb deze oorbellen zoals altijd in trouwens. Die hebben we nog wel van Somewhere. Die dikke chubby hug. Oeps. En dan zie ik jullie zo. Hey guys, we hebben een ontstoken oog. We zijn nu net klaar met het feestje van mijn moeder en haar vriend. Het was echt super gezellig. Ja, echt super. Het was echt heel leuk. We hebben echt heel erg veel zin in koffie. Ik ga wel naar zo. Nee. Dus we gaan even ergens proberen te fixen. En Micha die gaat aan de andere kant instappen. En we gaan ook de vlog weer afsluiten voor deze week. Laat even weten wat jullie in de vlog willen zien allemaal. En vergeet niet te subscriben.
En dan zien we jullie volgende week weer. Bye. Bye. Bye.